twee, één. Benodigdheden. Fles! Aarde! Vuur. Lucht. Lijm! Zaad. Googly-moogly! Stop maar lees. Antarctica verliest de Mount Everest aan ijs ieder jaar. Anyways, net als alle wereldleiders gaan we dit probleem gewoon negeren. Het eerste pakje in je fles. Daarna zet je hem neer. En dan kijk je naar het middelpunt ongeveer. Nou, wij gaan ongeveer hier gaan we snijden. Het ene gedeelte. Je moet zorgen dat die gewoon goed rechtop staan. En daar maak je hier ongeveer een snee. Het is belangrijk dat je van je afsnijdt en niet naar je toe. Net zoals alle politici die al het werk van zich afgooien. Zorg dat je hier niet eraan snijdt. Hier kan je een mooie wespen van maken. Oké. Nu plak je de googly moogly op de onderkant. Stap 3. Plak de neus erop. We hebben een mooi rood clownneusje. Net zoals alle clowns die momenteel in de Tweede Kamer aan het debatteren zijn of Oekraïne wel moet helpen of niet. Het antwoord daarop is ja. Ja. Ik hoorde geen geluid. Oké, stap 4. Ouch. De zeespiegels stijgen met 178 mm per jaar en binnen een 10 jaar tijd zullen de Malediven en Venetië compleet van de aarde verdwenen zijn. Boeit me geen reet. Net zoals alle overheidsleiders. Doe de aarde erin. Doe de aarde erin. Doe de aarde erin. En het zaad. Open. Ik heb hem hè. En dan moeten ze er wel uit. Zo. Er mist nog iets. Water. Aarde. Vuur. Hashtag no sponsor. Niet te veel. En binnen 3 weken is het zaad tot bloei gekomen. En binnen 3 weken zijn er ook 50 blauwe vinvissen om het loodje gelegd. Tot de volgende keer bij DIY Climate Change! Maar voor de aarde is er geen volgende keer. Oh.